Goeiedag. Ik hoor je nu wat zeggen. Wat een rotzooi weer. Het is elke keer raak, hè? Ja. Het is vrees. En heeft u enig idee van wat er nou gebeurt? Want u heeft zelf ook een restafval. Ik ga naar de hertjes. Oh, we gaan naar de hertjes. Lekker. Dus... Oh, u vindt het lekker. Ik de hertjes zijn lekker, toch? Dus, maar enig idee van hoe lang dit nou nog duurt voordat de wethouder in gaat grijpen? Zou het niet weten. Jezus. Nou, dat is al zo lang. Marianka Peters, die was er ook zo over bezig, hè? Ja. 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 Vreselijk. Ja. Nou, het helpt het je niks. Het is zo aanmoedig. Ja. 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 En je krijgt ook beesten. En het stinkt. Ja. En je krijgt er last van. Ja. Rotzooi krijg je ervan. Rotzooi krijg je ervan. Ja, nou ja, het aparte is, ik ben net door heel de wijk, ik heb een Facebookpagina. Oh, u bent ervan? Ja, en dat is van Gouda Schoon Heel Onveilig. En ik probeer eigenlijk een beetje te laten zien wat de wethouders of wat de gemeente niet ziet. Mm. Of wat ze niet durven te zien. Ja. En ik ben daar eigenlijk door heel Gouda aan het fietsen. Ik zie alleen hier zo zie ik heel veel dumping ernaast staan. Dus de rest zal Gouda of de cyclus hebben opgeruimd. Wel ontiegelijk veel, veel vlieren. Ja. Mensen spreken er eigenlijk overal schande van. Ja. Ja. Maar oplossingen komen er niet. Als ik ben ervoor dat, gewoon, dat je gewoon weer aan de gemeente gaat betalen. Ja. En dan gooien ze er wel weer in, die rotzooi. Want nou, als je ziet waar mensen zakken in gooien om voor die 1,50 kwijt te zijn. Ja. Ja. Zelfs die dingetjes, die kleine gewoon. Iemand een die prullenbakken. Ja. Ja. En die prullenbakken nemen ze van die kleine dingetjes. Het is toch verschrikkelijk. Als ze langs de weg gaan. Of daar gint er ook, daar ook. Ja. Heb je ook prullenbakken? Ja, die zit ook stop te mogen. Dus ik ben ervoor gewoon weer gemeente aan de gemeente betalen. Gemeente, zoals het vroeger was. Alles inclusief. Ja, juist. Alles inclusief. Ja. Ja. Dus dan, en dan, hoe zou je het dan zien met, zeg maar, op het moment dat mensen een matras of een bank staan afgrijpen? Dan moeten ze eens in de 14 dagen de boel eens opkomen. Ja, ja. Het draait allemaal om geld. Ja. Alles draait om geld. Maar zou het zo kunnen zijn dat je, als je zegt van nou, we gaan één keer in de 14 dagen ophalen. Ja. Dat is eigenlijk met de PMD precies hetzelfde. We komen één keer in de week, maar mensen zetten het nu al buiten. Ja. Zou dat dan ook niet gebeuren met de, met de matrassen? Nou, ik wil wel vertellen, en dat is echt waar, dat lieg ik niet. Als ik een zak vuil hier breng en hij is vol, neem ik hem weer mee. Naar boven. En dan zet ik hem even op balkon. Ja. Als mijn plastic vol is, neem ik hem weer mee naar huis. Mijn kranten, weer mee naar huis. Ja. En zo doe ik, dat is echt, dat doe ik altijd. Ja, en onderhand weet je ook ongeveer wanneer die leeg is. Ja, en dan ga ik gauw brengen. Ja. Maar afgelopen vrijdag is hij niet gelost. Nee, dus, dat is niet goed. Dus dat is natuurlijk. Het is natuurlijk afhankelijk van wat de gemeente voor beleid hebt. Op het moment dat, dat er zoveel dumping in zit, dus zeg maar restafval, dan willen ze zeg maar nu een BOA langsturen of een handhaver. En die moet dan die container uit gaan splitten. Ja, nou, ik denk niet dat die man een hele fijne job vindt op het moment dat hij van de week, morgen of overmorgen, met zijn neus in die bak moet gaan duiken. Nee, dat zou ik ook niet doen. Dus dat. Nee, dus dat is het. Laat ze het maar weer lekker terugdraaien. Ja, gewoon. Vind ik het best gewoon. Toen had je dat niet, want toen moesten ze toch dat geld betalen. Dus toen gooiden ze me er wel in, die zakken. Ja. Maar zou het ook de samenleving niet totaal veranderd zijn? Ja. Vreselijk. Dus dat je zegt van... Ik snap er niks meer van. Nee. Ik snap er echt niks meer van. De mensen te ver afstaan van alles. Ja. Dat is eigenlijk, de vorige keer zag ik natuurlijk een meneer die 7 maanden dood in zijn kamer heeft gelegen. Ja, ken dat nou. Is er dan totaal niemand meer die rond kijkt? Er is iets veranderd in de mensen. Ja. Ik weet ook niet wat het is. Nou, ik heb het ook gehad naast mij toen. Die man die is nou, ik weet niet of hij al overleden is. Maar ik had hem helemaal niet gezien naast mij. En de volgende dag ook niet, maar ik heb er wel werk van gemaakt, maar hij zat wel in zijn stoeltje en hij was helemaal bevuild natuurlijk en hij zat in alles helemaal, toen heb ik er werk van gemaakt, ik ben naar de vierstroom gegaan bij ons op de gang. Ik denk, ik zeg jullie moeten gaan kijken, ik zeg want ik heb die man al dagen niet gezien. Ik zeg dus, er is wat met die man. Ja. Nou, en het was zo hoor. Ziekenwagen erbij, gelijk naar het ziekenhuis. Ja. Er is ook iets met de mensheid aan de hand. En hoe dat komt, ik weet het niet. We waren een schoon landje. Ja. Ja. Maar nou niet meer hoor. Dat veranderd. Ja. Maar zou het dan komen, zeg maar, we worden natuurlijk allemaal, misschien dat u in de schaduw even moet gaan staan hoor, voor de warmte. Ja, schaduw. Ik heb het heel erg. Dus nee, maar misschien, maar zou het zo, vroeger had je natuurlijk allemaal dat de man aan het werk ging en de vrouw die bleef thuis op de kinderen te passen.
of groot brengen. Ja. En dan krijg je natuurlijk veel meer respect, discipline en dat soort dingen dat mee. Nu gooien ze de kinderen af bij een peuterzaal. En dan worden ze opgehaald. Ja. En ondertussen gaat vader en moeder nog even naar de sportschool. Of ze gaan eerder weg en de kinderen die zitten nog thuis en moeten er eigen helpen. Ja. Dat gebeurt ook. Maar zal het daardoor komen, denk je? Ja, ik denk dat allerlei dingen zijn. Met de jeugdzorg kost het ook, ik weet niet hoeveel geld, omdat er heel veel jongeren ontsporen. Ja. Dus er is natuurlijk wel wat aan de hand. Tuurlijk, er is ook iets aan de hand. Ja. Maar hoe komt het? Ja. En wat gaan we eraan doen? Ik zeg altijd, we blijken oud. Maar ik weet, ik vind de kinderen hebben minder ontzag voor de ouders. Ja. Ja, maar hebben die ouders ontzag voor de kinderen? Nee, want ik kom bij mijn kleinzoon ook, die hebben twee nou. Als ik me dood te ergeren. Dus je hebt je mond open. Maar ja, die ouders die zitten ook met een stomme telefoontje. Die kijken ook niet. Als je moeder achter een kinderwagen... Wij zeiden, hallo, mijn zoon liep mij. Tegenwoordig lopen ze zo achter de kinderwagen. Ik bedoel, er is zoveel veranderd. Dan spreek ik misschien een paar maandjes. Toen liep er hier een vrouw hier voorbij met een kinderwagen. Een kleintje zat er in de kinderwagen. Een heel klein pukje liep daarnaast. En ze liep... Met de telefoon. Ja, ik zat voor het raam. Nee, mijn staat staat voor het raam. Ja. Dus ik zat en toen keek ik en ik denk, ik ga weg. Ja. Ik ben voor het raam weggegaan. Ja. Ik denk, zo meteen loopt dat kleine pukkie over. Ja. En dan komt er een auto aan. Ja. Ik denk, ik wil het niet zien. Nee. Ik heb het één keer gezien dat een kind onder een auto liep. Ja. Ik zeg, dat wil ik voor de tweede keer niet meer zien. Zal het de vooruitgang zijn waar we last van hebben? Ja, ik weet niet of de economie een schuld is daarin. Dat iedereen maar een betere baan wil hebben, meer geld. Ja. Of dat het de kosten zijn. Dat alles duurder wordt, dat eigenlijk alles niet meer te betalen wordt. Tegenwoordig moeten de ouders samenwerken, anders redden ze het niet. Nou, je moet dat is al helemaal... Ja, maar ze willen luxe voor het luxe. Ja, dat ook wel, maar toch. Maar huren zijn hartstikke hoog. Ja. Ja, als je een politieagent bent of een onderwijzer, dan kan je eigenlijk niet meer kopen. Dan word je eigenlijk al gedwongen. Ja. En vroeger was het zo, als je ambtenaar was, had je respect. Zelfs de postbode, maar opa was postbode. Ja, dan. Nou, stond bij de PTT werken, dan zit je goed. Juist. Ja, ik heb daar ook een half jaar gewerkt en toen heb ik ontslag genomen, want ik kon het daar zo niet vinden. Mm-hmm. En toen moest ik twee keer naar huis werden gestuurd, want bij de PTT neemt niemand ontslag. Nee, dat zeiden die ouders. Ja. Dus dan heb je een goed pensioen later. Pensioen. Ja, er is zoveel veranderd. Ja, ik weet het niet hoe dat komt. Maar misschien te veel inwoners in het land. Dat je dat doet, ik vind dat het is triest. Het is triest. Ik ben blij dat mijn visite daar binnenkomt. Ik zou me niet eens, als ze hier binnenkomen, ik zou me dood. Ook altijd daar. Gelukkig wel, ik zou me mij gaan. Ook altijd daarin. Ja. Dus, dank je wel voor het gesprek. Ja, en te danken. We gaan kijken of we weer wat op Facebook kunnen zetten. Ja. En dan een beetje reuring eraan geven. Maar, vind ik ook. Ja. Ze kennen beter net wat jij zegt van. Terug naar het oude systeem. Sinds we die 1,50 moeten betalen om een zak erin te gooien, of 75 cent, sinds die tijd is het zo heel erg geworden. Nou ja, we gaan weg van de vliegen. Ja. Dank u wel. Dag.